Maar we vonden het mooi om een paar hints, een soort van subtiele hints te kunnen geven. Omdat het natuurlijk voor ons ook een soort van jongensdroom is dat we een filmtheater zelf kunnen inrichten. Ja, is het ook wel fantastisch om een beetje de dingen waar je de afgelopen jaren zoveel naar gekeken hebt, te kunnen laten terugkomen. Het was iets, het was een stip op de horizon. We wilden gewoon eerst een tijdje gaan werken en dan, wie weet, zou ooit de kans voorbij komen voor een bioscoop met 1 of 2 zalen. Tenminste, zo had ik het dan in mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is gewoon gigantisch uit de hand gelopen eigenlijk. Ja, op een goede manier. Zeker, ja. Ja, ja, want we hadden dit echt nooit gedacht. Ik bedoel, het is vrij ongelooflijk dat dit is gebeurd. Nog steeds, weet je, ik loop hier wel eens binnen en denk, damn, is dat gek. Ja. Ja. Dit is één deel van het verhaal. Je gaat in die filmzaal zitten, je zit met mensen, je kijkt en je hebt die ervaring. Maar daarna is het minstens zo belangrijk. Dus we hebben heel erg ingezet op de bar en op het restaurant. Dat dat de plek is waar mensen na de film nog weer samenkomen. Er bleken gewoon nog 4 etages boven te zitten. En het was een enorme ruimte, het is 850 vierkante meter. We dachten van, als we er nou mensen boven zetten die ook interesse in film beneden hebben, ja, dan zou dat heel tof zijn. Ik merk ook dat het goed werkt dat deze mensen bij elkaar zitten, dus er is veel kruisbestuiving. Dus dat is fantastisch om te zien dat de plek ook eigenlijk een meerwaarde heeft en zich ook dus naar beneden druppelt. En dat we dus af en toe dingen kunnen laten zien die boven gefabriceerd zijn, dat is fantastisch.